De puinhopen van 8 jaar paars bestaan uit wachtlijsten, files en rampen, zeggen de krantenkoppen. Maar het is nog veel erger. Een toenemend gevoel van onveiligheid door 1 miljoen misdrijven per jaar en een oplossingspercentage van krap 15%. Grote bevolkingsgroepen leven in Nederland volkomen langs elkaar heen. En het wederzijds respect dreigt in gevaar te komen. Maar volgens paars is het nog nooit zo goed gegaan in ons land. En het is deze ontkenning van de werkelijkheid waardoor zoveel kiezers, autochtonen en allochtonen, zich in hun hemd gezet voelen. De waarheid over de multiculturele samenleving mocht jarenlang niet worden gezegd. Maar het doek is nu gevallen voor paars en u krijgt op 15 mei een unieke kans te kiezen voor echte verandering. Onze Kamerleden staan midden in de maatschappij en kennen uw problemen uit eigen ervaring. Zij zullen u na 15 mei zeker niet in de steek laten. Het gedoogbeleid heeft voor een tweedeling in de grote steden gezorgd. De toestroom moet stoppen om integratie en emancipatie kans van slagen te geven. Wederzijds respect is dat uitgangspunt. Uit ervaring weet ik dat integratie veel moeite kost. Maar één ding weet ik ook. Het is de moeite waard om Nederlander te zijn. Wij nemen het niemand kwalijk dat hij hier zijn heil komt zoeken. Maar we nemen het wel de paarse overheid kwalijk dat zij in het buitenland de illusie in stand heeft gehouden dat in het dichtbevolkte Nederland plaats zou zijn voor iedereen. Wachtlijsten zijn onacceptabel. Er sterven onnodig mensen. Het huidige bureaucratisch systeem is niet in staat geweest om dit op te lossen. Geef arts en patiënt de ruimte. Uw gezondheid is onze zorg. Daar wil ik me voor inzetten. Ik wil terug naar de menselijke maat. Terug naar kleinere scholen en ziekenhuizen waar mensen met plezier aan het werk gaan. Geen Haagse dictaten, maar de macht terug aan de mensen in het land en aan de mensen die het moeten doen. De onderwijzers, de artsen, verpleegsters en politieagenten. Wij laten niemand in de kou staan. Niet met de WO, niet met de huursubsidie en niet in de ziekenhuizen waar doden vallen door de wachtlijsten. En zeker niet op straat waar criminelen vrij spel hebben. De burger die zich verdedigt wordt vervolgd en de boeven lopen los rond. Wanneer gaan we eens normaal doen? U kunt daarvoor zorgen. Het is zij of ik. Kies voor verandering. Stemlijst 15 op 15 mei aanstaande.